Vanavond wordt u ingewijd in de wereld van archeologie. Er is heel wat te beleven. Rijd je voor op woestijnen, bergen en eilanden in de Stille Oceaan. Volg de pijl. 15 archeologische teams nemen je mee naar Paaseiland, Antwerpen, de Niska, Xien en nog veel meer. Je kan ook speerpunten en grotschilderingen maken, kippenbouten mummificeren of beelden aanbieden. Of een villa bezoeken in Pompeji aan de vooravond van de uitbarsting van de Vesuvius. Ja. Wees vooral kritisch en stel vragen. Hoe gaan archeologen te werk? En dergelijke. Wat was de functie van een voorwerp? En hoe weten we dit? Wat blijft er van je eigen leven over? Waarom lig ik hier? Wat zullen archeologen vinden over 5000 jaar over onze samenleving? Hoe dat is over nagedacht? Hoe zal ons museum er dan uitzien? We wensen je een boeiende, maar ook spannende avond toe. Tot nog eens. Groetjes van ons. Bye. Archeologie is een heel eclectische wetenschap. Het gaat zowel om chemie als om natuurkunde, als om minutieus onderzoek, als ook om statistiek en, zoals u waarschijnlijk weet, om opgravingen. Wij hebben ons uiterste best gedaan om... Man... Wij hebben ons uiterste... aan de Crimson Chamber. Ze hebben er nu niks aan gestuurd. Maar we zijn eigenlijk... Hallo! Welkom, dames en heren. Welkom op onze archeologieavond. Daar is de camera, ik was verkeerd. U vraagt zich misschien af, wat is de doel van deze avond? Wat is het doel? De doel is, u wandelt, u kijkt, u bezoekt, u maakt mee. En u leert. U leert en... U stelt zichzelf vragen. U bent kritisch. Ik ben heel kritisch. Kritisch. U stelt vragen, waarom doen de leerlingen zo? Ik krijg geen durum. Wat ga ik later studeren? Ik weet het niet. Studeren. Daarom, wij gaan stripboards. Maar het is niet het onderwerp van nu. Het onderwerp van nu is, u moet vragen, bijvoorbeeld, wie ben ik? En wat zult men later van mij terug vinden? Wat zullen zij denken? Als die voorwerp in het museum komt, wat zal op de plakkaatje staan? Dat weet je niet. Dat moet je vragen. Dat moet je weer vragen. Vragen. Archeologie is heel breed, ja. Het is een eclectische wetenschap. Het is een moeilijk woord voor van alles doorheen. Yes. Van alles. Archeologie is een beetje geologie. Is chemie, ook, is chemie, antropologie, sociologie. Is ook geschiedenis. En geschiedenis. Het concretiseert de verleider. Nadruk op humane wetenschappen en exacte wetenschappen. En daarbovenop, het staat niet stil. Het evolueert. Het verandert. Vroeger was het alleen opgraaf, nu is vragen gesteld, is nadenken. Het is een wetenschappelijke discipline. Het is zeker een wetenschappelijke discipline. Vanavond zult u ook een zeer eclectisch aanbod krijgen van dingen die u kan doen. U kan de Paaseiland bezoeken. U kan bijvoorbeeld over Antwerpen zelf. Antwerpen zelf is dat waar je woont. Over Holbewoners, over Romanen, u kunt alles. Alles. Ik zie je, echt 1000 soldaten. Ga ze bezoeken. Doe het. Oh. Maak het mee. Yeah. We wensen u een zeer aangename en ook zeer boeiende. Yeah. Spannende avond. Dank u. Hallo. Welkom, dames en heren. Welkom op onze archeologieavond. Daar is de camera. Ik was verkeerd. U vraagt zich misschien af, wat is de doel van deze avond? Wat is het doel? De doel is, u wandelt, u kijkt, u bezoekt, u maakt mee. En u leert. U leert en... U stelt zichzelf vragen. U bent kritisch. Ik ben heel kritisch. Kritisch. U stelt vragen. Waarom doen de leerlingen zo? Ik krijg geen durum. Wat ga ik later studeren? Studeren. Ik weet het niet. Studeren. Daarom, wij gaan stripboards. Maar het is niet het onderwerp van nu. Het onderwerp van nu is, u moet vragen. Bijvoorbeeld, wie ben ik? En wat zult men later van mij terugvinden? Wat zullen zij denken? Als die voorwerp in het museum komt, wat zal op de plakkaatje staan? Dat weet je niet. Dat moet je vragen. Dat moet je weer vragen.
Archeologie is heel breed, ja. Het is een eclectische wetenschap. Het is een moeilijk woord voor van alles doorheen. Yes. Van alles. Archeologie is een beetje geologie, chemie, is chemie, antropologie, sociologie. Is ook geschiedenis. En geschiedenis. Het concretiseert de verleider. Nadruk op humane wetenschappen en exacte wetenschappen. En daarbovenop, het staat niet stil. Het evolueert. Het verandert. Vroeger was het alleen opgraaf, nu is vragen gesteld, is nadenken. Het is een wetenschappelijke discipline. Het is zeker een wetenschappelijke discipline. Vanavond zult u ook een zeer eclectisch aanbod krijgen van dingen die u kunt doen. U kan de Paaseiland bezoeken. U kan bijvoorbeeld over Antwerpen zelf. Antwerpen zelf, is dat waar je woont? Over Holbewoners, over Romanen, ook in alles. Alles. Ik zie je, echt 1000 soldaten. Ga ze bezoeken. Doe het. True. Maak het mee. Yeah. We wensen u een zeer aangename en ook zeer boeiende, spannende avond. Dank u.